Kees, wat is jouw talent? Mijn talent is om meubels te ontwerpen en te maken en dat uit te voeren. Waar heb jij dat talent verder weten te ontwikkelen? Ik ben net afgestudeerd op het Houten Meubileringscollege in Amsterdam. En daar heb ik de afgelopen 4 jaar mijn talent ontwikkeld tot echte meubelmaker. Kees, ik zag jou hier in Brummen afval rapen. Waarom deed je dat? Dat doe ik voor mijn afstudeerproject. Waar ik stoelen maak met afval erin. Allerlei soorten afval, van zwerfafval tot aan teststraatafval, afval uit mijn werkplaats. En probeer zo afvalstromen inzichtelijk te maken en mensen meer na te laten denken over het afvalprobleem. Nou ja, als je over 20 jaar dan kijkt naar die stoelen, dan wat mij dan opvalt, dat zijn de mondkapjes en de injectienaalden. Vertel. Ja, dat is natuurlijk een erg bijzondere stoel geworden. De coronateststraat stoel. Met alle coronatesten en mondkapjes, handschoenen vanuit van een teststraat. Dus dat is natuurlijk echt super tijdsvattend. En wordt natuurlijk een beeld wat we voor altijd blijven herinneren. Ook over 20 jaar. Dit was je eindexamenopdracht. Je hebt een expositie gehad in Amsterdam. Hoe waren de reacties? Ja, de reacties waren echt supergoed. En alleen maar positief feedback gekregen. Kees, hoe gaat het vandaag? Ja, het gaat hartstikke goed. Er komen heel veel publiek en iedereen is super geïnteresseerd. En vindt het allemaal super geweldig. Maar hoe reageerde men op het afval? Ja, de mensen reageerden erg... toch ook wel een beetje chockerend op het afval. Het was natuurlijk een confronterende inhoud wat de stoelen hebben. En dat vonden ze wel mooi om het te zien. Maar toch ook wel soms een beetje pijnlijk dat we dat met z'n allen zoveel troep creëren. En dat dit ervoor nodig is om het probleem aan de kaak te stellen. Jelle, hoe zit het? Ja... Ik heb er eigenlijk een beetje dubbele gevoelens bij. Nou, het zit een soort van heerlijk, maar ik zit wel op allerlei afval. Je zit eigenlijk liever op een IKEA-stoel? Ik zit altijd liever op een Kees Dekkers. De stoelen die je gemaakt hebt, worden die ook nog in Brummen geëxposeerd? Daar moet ik nog... even over nadenken, maar er gaat zeker een keer een moment komen dat ze in Brummen geëxposeerd gaan worden. Als je doet wat je leuk vindt, dan ben je altijd op vakantie. Waar ben jij op vakantie over 5 jaar? Dat is een goede vraag, lastige vraag ook, want ik plan eigenlijk nooit mijn leven. En dingen komen zoals ze komen en ik waai hoe de wind waait. Maar... ik hoop dat ik over 5 jaar mijn eigen bedrijf heb en stoelen produceer en heel wat teweeg heb gebracht over het afvalprobleem. Welke vragen heb je gemist in dit interview? Hoe het met me gaat eigenlijk. Kees, na deze opwindende week van je eindexamen, hoe gaat het eigenlijk met je? Goeie vraag. Ja, die had ik veel eerder gewild eigenlijk, maar... een beetje liefde voor de medemensen en interesse erin. Kan geen kwaad. Gaat heel goed. Een betere week had ik niet kunnen wensen. Brummen TV heeft altijd een muziekje bij zijn item. Wat vind jij dat er onder jouw filmpje moet komen? Een stukje Jaap's favoriete klassieke muziek. Artiest. Componist. Wil jij speciaal iemand de groeten doen? Ja, mijn moeder.